Op tal van plaatsen op Curaçao verrijzen in de laatste tijd op braakliggende terreinen of langs de wegen zogenaamde high-flying parks, door de jeugd zelf gebouwde parken. Met gebruikmaking van allerlei materialen bouwen ze zo hun eigen jeugdhuizen, die vaak fleurig versierd worden. Nadat er een wedstrijd was aangekondigd voor het meest originele park, werden er talloze uit de grond gestampt, die dan telkens met enig feestelijk vertoon geopend werden. De parken worden door de jeugd gebruikt als ontmoetingsplaatsen, waar ze muziek kunnen maken, allerlei gezelschapsspelen kunnen beoefenen of wat kunnen lezen. Sommige parken hebben een eigen kleine bar. De ouderen juichen dit bij de jeugd zelf ontstaande initiatief bijzonder toe en stellen er graag grond en materialen voor ter beschikking.